Goedenavond. De Zeeuwse kustmarathon ging zaterdag van Burg-Haamstede naar Zoutlanden over de klassieke Olympische afstand van 42 kilometer en 195 meter. Er stonden ruim 400 deelnemers aan de start van de eerste editie. Ja, dit heb ik toen begin dit jaar gezegd, van dit wil ik me neerzetten. Een marathon door de natuur en dan hopen dat er veel op afkomen en er zijn er nu veel op afgekomen. Op initiatief van Floris Jan Kolen uit Middelburg en Lijn Lievensen uit Zoutelanden is op zaterdag 4 oktober 2003 voor de eerste keer een marathon in Zeeland. Toch krijgt hij geen Zeeuwse winnaar, omdat Kim Reinierse uit Middelburg tussen Domburg en Westkapelle de man met de hamer tegenkomt. In zijn 15e marathon leek het te lang op dat de 42-jarige atleet zou gaan winnen. Maar hier wordt hij ingehaald door Pieter Hegge en dat is dus de nieuwe leider in de wedstrijd. Het is niet zo warm. Ik dacht, ik neem ze nu dan een klein slokje water en ik durfde niet aan de sportdrank. Nou, en ik raakte helemaal leeg, jongens. Reinierse finisht uiteindelijk nog als 20e, maar de overwinning in de Langstraat in Zoutelanden gaat na bijna 3 uur hardlopen naar Pieter Hegge uit het Zuid-Hollandse Zuidland. Bij de vrouwen is er wel een Zeeuwse overwinning. Edith Gerards uit Middelburg is de snelste. Een jaar later lijkt Wim Papmos uit Rokanje de wedstrijd te gaan winnen. De hele wedstrijd loopt hij aan de leiding. Tot marathondebutant Sebastian Sletter uit Middelburg hem op de trappen bij Zoutelanden een paar honderd meter voor de finish voorbij steekt. Hij loopt normaal de 800 en 1500 meter. Athene was zijn laatste kans op Olympische Spelen en die haalde hij niet. Daarna bereidde hij zich voor op de kustmarathon. En met maar een maand specifieke voorbereiding wordt Sletter de eerste Zeeuwse winnaar van de kustmarathon. En verrast daarmee iedereen. Zijn tijd 2 uur 46 minuten en 50 seconden. Bij de vrouwen is de tweede editie lang de snelste editie. Marlies Jongerius Kort uit Zierikzee wint en eindigt als 11e overall in 3:03:14. Aan de tweede Marathon Zeeland doen al iets meer, ruim 450 atleten mee. Al snel wordt de marathon de mooiste en zwaarste van Nederland genoemd. En dat is niet voor niets. Misschien is mijn laatste wel, het was te zwaar. Ik denk dat ik er volgend jaar niet mee doe. Het evenement groeit en groeit. De start verhuist naar het centrum van Burg. En in 2005 is er voor het eerst sprake van een marathonweekend. Omdat er op zondag een wandelmarathon bij komt. Dat jaar begint deze man aan zijn trilogie. Jan van der Marel uit Aarlanderveen, voormalig Nederlands en Europees kampioen triathlon, laat hier Alwin Vermeulen uit Kwaadendamme achter zich en gaat op weg naar de eerste van 3 zegens achter elkaar. Inderdaad heel erg makkelijk. En ja, het is natuurlijk ook makkelijk als je niet per se hoeft te knokken om met anderen mee te kunnen. Van der Marel is in die jaren onklopbaar. En daar heeft met name deze Niels Kolen uit Zoutelanden last van. Wat had hij graag voor eigen publiek een keer gewonnen. Maar Kolen moet het doen met 2 tweede plaatsen. Hij ging gewoon te hard weg en dan moest ik hem laatst mee was gegaan, was het niet goed gegaan. Het podium halen is al een prestatie van formaat. In 2007 wordt Theo Rabaut uit Aardenburg 3e. Helemaal kapot. Helemaal kapot. In 2007 wordt er voor het eerst ook een mountainbike-tocht aan het programma toegevoegd. De marathon blijft groeien. Achter de toppers lopen meer en meer mensen hun eigen wedstrijd. Zo'n 650 atleten, dik 200 meer dan de eerste editie, hebben vaak maar 1 doel, kosten wat het kost, de streep in Zoutelanden halen.
dit is heel erg. De eerste helft is een makkelijk stukje natuurlijk van de marathon. Beetje kramp. Ja, heel mooi, maar erg vermoeiend. Ik geloof niet dat het al zo zwaar gehad heb in mijn leven. Dus dit is echt... Sloes. In 2008 gaat Van der Marel op voor zijn vierde overwinning. Maar dat feest gaat niet door. Sebastian Sletterer heeft opnieuw zijn zinnen op de Marathon Zeeland gezet. In de manteling bij Oostkapelle kan de drievoudig winnaar de andere koplopers niet meer volgen. Sletterer laat de Belg Bart de Berger achter zich en wint voor de tweede keer. Bij de trap in Zoutelande in de laatste kilometer heeft de 35-jarige Sletterer een paar meter voorsprong op de 32-jarige Belg. En de voorsprong is groot genoeg en Sletterer flikt het dus weer. Jan van der Marel mocht van mij niet nog een keer winnen. Dus ik wilde gewoon koste wat kost aan de start verschijnen dit jaar. Voor de vrouwen is er vanaf 2008 op vrijdagavond een eigen ladies run. Maar ze lopen natuurlijk ook de marathon. Na twee keer Martine Lust uit Brielle en één zege van Petra Knops uit Maastricht... wordt de wedstrijd bij de dames in 2008 weer eens gewonnen door een Zeeuwse. Voormalig Middelburgse Irma Heren is de snelste. Harde wind en regen, kenmerkende editie van 2009... Misschien was dit wel de zwaarste tot nu toe. Sebastian Sletterer slaat het gat op het hoogste punt in de wedstrijd tussen Westkapelle en Zoutelande en wint zijn derde Marathon Zeeland. Somebody somewhere. Bij de dames is Leonie Ton uit Zierikzee de snelste. Daarachter is het voor velen een leidensweg. Ja, vreselijk. De wind heeft me genekt. Het is echt heel zwaar geweest. In 2010 werd het parcoursrecord verbroken. En dat had misschien nog wel sneller gekund. Als Noureddin Adhamna hier op het strand niet een sanitaire stop had moeten houden. Sletterer en haas Michel Schrier uit Vlissingen kijken verbaasd achterom als de Algerijn een plasje moet doen. Adhamna sluit snel weer aan vooraan, laat Sletterer daarna achter zich en loopt naar de zege in een parcoursrecord van 2:33:52. Er zal ophef ontstaan over zijn zege, omdat pas vlak voor de start bekend werd dat Adhamna meedeed. Er was op het laatste moment een startnummer voor de Algerijn geregeld en de organisatie zal hierna de inschrijfprocedure aanpassen. Een jaar later lijkt een nieuwe Zeeuwse overwinning in de maak. Als Michel Schrier uit Vlissingen na twee jaar hazen voor de overwinning loopt. Als koploper verlaat hij het strand bij Oostkapelle. Enkele kilometers later gaat het mis. Waar hij op het strand nog zo makkelijk leek te lopen, is hij nu de man met de hamer tegengekomen. En Schrier kan niet meer verder. Bij Oostkapelle, bij Piraat, was het ineens helemaal al klaar. En, ja, het gaat gewoon niet meer. Schrier klapt voor Rick Wolswinkel die de leiding overneemt. De atleet uit Woudenberg loopt daarna naar de overwinning in Zoutelande. Het feest is compleet als zijn vriendin Ilonka van der Hengel uit Nijkerk net als een jaar eerder de wedstrijd bij de vrouwen wint. Aan de negende editie deden meer dan 1300 atleten mee. En dus is het aantal deelnemers aan het evenement door de jaren heen meer dan verdrievoudigd. Tijdens de negende editie streden de atleten niet alleen tegen zichzelf en de klok. De warmte is de vijand, niet de afstand. Want het was ruim 25 graden.
ontzettend mooi. Eerste keer, volgend jaar weer. Het is hartstikke mooi, maar het is net ietsje te warm. Maar het is een prachtige race. De jubileumeditie zal voorlopig de boeken ingaan als de snelste editie. Het was vooraan de strijd van de Noord-Afrikanen. De Marokkaan Hisham El Barouki en de Algerijnse oud-winnaar Noureddine Adhamna domineerden de wedstrijd. Adhamna moet net buiten Domburg El Barouki laten gaan. De in Italië woonachtige Marokkaan wint in Zoutelanden in 2:29.55. Voor het eerst wordt de marathon onder de 2,5 uur gelopen. Binnen en de officieuze tijd van Adhamna is zijn parcoursrecord kwijt, maar wordt wel tweede. De Belg Pochette is de nummer 3 en voor het eerst staat er geen Zeeuw op het podium. Rémi Fazeur uit Vlissingen wordt vierde. Maar zijn 2:41.50 is wel de op 1 na snelste Zeeuwse tijd ooit in de Marathon Zeeland. Alleen Sletterer was in 2010 sneller. Ook bij de vrouwen gaat het parcoursrecord eraan. Het blijft alleen wel in dezelfde handen. De op Curaçao woonachtige, maar van Schouwen-Duiveland afkomstige Marlies Kort is net als in 2004 de snelste. Maar haalt met 3:01.34 wel bijna 2 minuten van haar oude beste tijd af. Anjolie Engels uit Middelburg neemt voor het tweede jaar op rij genoegen met het zilver. Aan de 10e Marathon Zeeland deden bijna 1500 atleten mee, het hoogste aantal tot nu toe. Daarvan haalden er uiteindelijk dik 1400 de streep in Zoutelanden. De Marathon Zeeland wil de komende jaren qua deelnemersaantal nog iets verder doorgroeien. En dat allemaal nog minimaal 5 jaar onder leiding van Lijn en Leni Lievensen.